Belangrijk vind als ik later ouder ben en een ziekenhuis binnenstap, is dat de diagnose dementie snel wordt gesteld als ik geheugenproblemen heb. En wat nog mooier is, als er ook een behandeling komt, want die hebben we nog niet. Ik vind het belangrijk als ik in een ziekenhuis terecht zou komen, dat er van tevoren al gekeken wordt hoe ik in het leven sta. Dus er niet klakkeloos van uitgaan dat iemand wel geopereerd wil worden. Biedt het meer kwaliteit of juist niet? Ben je ooit in een kinderziekenhuis geweest? Daar heb je speelruimte, heb je borden met dieren, met cartoons, dingen die kinderen aanspreken. En dat bestaat helemaal niet voor ouderen. En ouderen hebben hun eigen denktempo's, hebben tijd nodig, misschien soms extra uitleg. Dus ik denk dat een soort van ziekenhuis op maat. Ik zou toch heel graag inderdaad, zoals dat vanavond werd gezegd, zelf de regie in willen houden om zelf te bepalen wat ik graag nog zou willen in mijn leven. En dat ik daar ook zeg maar de nodige zorg voor kan krijgen als ik dat wil. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je met heel veel liefde en geduld en empathie behandeld wordt. Dat als ik dan uiteindelijk in de laatste fase van mijn leven ben, dat ik de goede zorg kan krijgen met de mensen waarvan ik hou om me heen. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Waar dat ook is, weet ik niet, maar dat zien we wel.